Ik ben namelijk met een super speciale gast en die heb je ongetwijfeld al gezien. Het is de enige echte godin van YouTube. Jeremy. Kelvin, wat gaan we doen? Hey, leuk dat je het vraagt. We gaan vandaag namelijk de bladblaas challenge doen. Kelvin, wat is een bladblazer? Wat is de bladblaas challenge? Wat is het was? Bladblaas. Leuk dat je het vraagt. De bladblaas challenge is een challenge waarin de ene iets doet en de ander mag door middel van een bladblazer. Dat is een bladblaas. Ik heb ervoor gezorgd dat wij vandaag 4 activiteiten kunnen gaan doen. En dat zijn activiteiten die het vrij lastig maken om te doen als je een bladblazer op je bek hebt. En die moeten wij onze beurt zo goed mogelijk uitvoeren. En degene die het minste rotzooi maakt, die heeft vandaag gewonnen. Het is tijd voor ronde 1, gekkert. In ronde 1 moet ik 4 broodjes hagelslag maken. Jamie staat hier met de bladblazer. Doe eens, ik moet even wennen. Even wennen aan het hele principe. Hoezo wil je harder? Ja, dat is leuk. Oh, het staat op max, oké. Dus we gaan het gewoon doen. We zullen zien hoe het gaat. Oké, ik ga van start. We doen het. Ik ga echt super rustig. Ik voel zelf wel. Ja, wacht gewoon tot ik haast. Sorry. Oh, dit is een lastige challenge, man. Poef. Kijk, er gebeurt er niks. Dus dan wacht op je. Ik vind het wel lekker aan. Kijk mijn handen. Oké, het is tijd voor ronde 2. Pannenkoeken maken. Het is tijd voor ronde 2, dames en heren. En dat is pannenkoekenbeslag maken. Ja, maar weet niet eens hoe je pannenkoekenbeslag maakt. Jawel, dat wist ik wel. Ja hoor. Wist... Ga je gang. Oké, eerst deze dan. Ik zal je eerst even sparen. Deze ben ik het meest bang. Oh, die is... Jullie zien het niet, maar pannenkoekenbeslag ziet er fantastisch uit. Ik zal nooit pannenkoeken meer maken. Ja, hou de melkpak even lekker hoog, weet je. Ik heb eens ingegeven dat het heel goed is voor pannenkoeken. Ja, denk je? Ja. Het is een aanzienlijk grotere rommel dan bij mij. Dit. Ja, vooral door die melk. Maar jij zei, het is goed voor pannenkoek. Maar het is ook goed voor pannenkoek. Kijk hoe fantastisch dit beslag eruit ziet. Het is ongekend. Oké, het staat voor ronde 3. We hebben net heerlijk pannenkoeken gegeten. Heel lekker. En ik moet helaas de bordjes afwassen. Nou, toevallig heeft Jamie ook nog bladblazen bij zich. En dat kan maar één ding betekenen. Dat ik ga bladblazen. Ja. Oké, ik ga jou even eerst even wat extra sop creëren. Jij kan echt niet wachten, hè? Ja, geniet van hè. Het is ongelooflijk. Ik mag niet. Schuimfeest. Het is een sopparty. We gaan door naar de allerlaatste. Oké, dames en heren, jullie zien het. Ik heb hier een kussen. Een leeg kussen weliswaar. Hier zitten bijna geen veren in. Dit is een emmer. Met wel heel veel veren. Er kan volgens mij maar één ding gebeuren. En dat is dat deze veertjes perfect in deze kussensloop komen. Zolang je maar geloof hebt, dan lukt je alles. Nee! Hoe is het? Hoe voelt het? Heerlijk. Weet je lekker zacht het is? Nee, dat moet ik niet doen. Ik heb veren. Dit is goed. Je hebt heel weinig rommel gemaakt. Er zijn geen kippen dood gegaan bij de productie van deze video. Wij zijn wel bijna dood gegaan. Er zijn wel bijna dames dood gegaan. Ik ben er nog best wel goed van afgekomen. Jij wel, ik niet.
Maar jij ging gewoon verkeerd. Jij hebt gewoon expres mij die vuurtje laten. Nee, dat was per ongeluk. Ja, ik geloof je echt niet. Deze dame maakt ook video's en die maakt ze niet op deze manier zoals dit. Want het zou heel raar zijn als ze dit zou doen. Jamie maakt namelijk video's over... Op mijn kanaal maken video's over kleding, make-up, lifestyle. Dingen, vrouwendingen. Ja, vrouwendingen. Ook heel erg leuk voor jongens om naar te kijken, hoor. Ja. Ik kijk altijd. Echt? Wat leuk. Dat is een grapje. Dames en heren, hartelijk bedankt voor het kijken. Zien we gewoon volgende week weer dinsdag 4 uur. Dat wordt een feestendag. En vergeet niet te abonneren op Kelvin. Oh, dat doet ze even. Dan vraag je af, Kelvin, wat voor ervaring heb je dan gehad? Nou, ik heb 48 uur lang, van vrijdagavond 6 uur tot zondagavond 6 uur, opgesloten gezeten in één ruimte. Als ik jou vertel, dan ga ik je vandaag 10 verschillende manieren vertellen hoe je kan huilen. Dus dat je de volgende keer als je huilt, kan kiezen tussen... Ja! Of...